Hardrijders kunnen hun hart weer ophalen op de gewande weg. De nieuwe verlaagde drempels zijn namelijk af, waardoor de weg van Os richting Den Bosch als racebaan gebruikt kan worden. Waarom zijn er hier op de gewande weg nieuwe drempels gelegd? Omdat de oude drempels die waren aan vervanging toe. De vorm van die drempels die was ook niet helemaal conform wat we eigenlijk willen. De drempels die nu aangebracht zijn, die hebben een meer geleidelijkere overgang. Zodat je niet echt een steile opgang krijgt, maar dat je eerst wat flauw oploopt en dan de helling krijgt en dan weer flauw terugloopt. Dat noemen ze zogenaamde sinusvormige drempels. En dat in ieder geval verhoogt het comfort als je eroverheen moet rijden. Ja, want het comfort lijkt iets te goed, want mensen kunnen hier met gemak met 80 overheen. Ja, toch, dit zijn wel de normen, de drempels die voldoen aan de normen, zeg maar, voor een 60 kilometer weg. En je moet een drempel ook eigenlijk niet zozeer zien als een pesterijtje waarbij je echt op de rem moet staan om die snelheid te verminderen. Maar de snelheid die moet, het is eigenlijk ook meer een aandachtspunt van mensen. Van, goh, ik rijd op een 60 kilometer weg en die drempel die verhoogt eventjes het aandachtspunt. Zeg. Nee, maar met deze drempels wordt het wel heel makkelijk om je niet aan de snelheid te houden. Ja, als je je niet aan de snelheid houdt, is het natuurlijk altijd een kwalijke zaak. Want er is niet voor niks een snelheidslimiet ingevoerd. Volgens de eigenaar van De Leeuwerik, gelegen aan de gewande weg, wordt er sinds de komst van de nieuwe drempels weer harder gereden. Hij vraagt zich af of er wel genoeg rekening is gehouden met de verkeersveiligheid. Zeker met al die fietsers op de weg. Een apart fietspad zou een stuk veiliger zijn. Aparte fietspaden, dat gaat er ook niet komen. Je zit natuurlijk ook met eigendomssituaties. Dan zou je grond aan moeten kopen, want die eigendommen die hebben we niet om daar ook inderdaad aparte fietspaden aan te leggen. Wat we wel gaan doen is op de hele gewande weg gaan we fietssuggestiestroken aanbrengen. Dus dat betekent dat er eigenlijk hetzelfde als in het ossendeel, waarbij we dus rode asfalt en een zwarte rijbaan krijgen, rode asfalt dus voor de fietser. Waardoor je dus als automobilist ook wel weer ook die snelheid waarschijnlijk eruit gaat. Tenminste minder hard gereden gaat worden. Omdat je toch voor de visueel een smallere rijbaan overhoudt. De maatregelen op de gewande weg maken deel uit van een groter verkeersproject van in totaal 1 miljoen euro. Behalve nieuwe drempels op polderwegen komen er in de kernen Lits, Ooijen, Littooijen, Maren, Kessel en het Wild 30 kilometer zones. Bij elke komgrens gaan we een wegversmalling maken. Dus ook weer om de automobilist duidelijk te maken van, goh, nou rij je de bebouwde kom binnen en let erop, hier gaat de snelheid naar 30 km per uur toe. En wordt dat dan ook weer meer een alertheidsding of wordt dat ook echt dat mensen moeten afremmen? Het wordt meer een alertheidsding, omdat een wegversmalling die werkt eigenlijk alleen snelheidsremmend als je van weerskanten ook voldoende verkeer hebt natuurlijk. Kijk, als je alleen op de weg rijdt en de weg die wordt daar versmald, dan kun je nog gewoon doorrijden natuurlijk met dezelfde snelheid. Dus het is meer van denk erom jongens, je rijdt nu een bebouwde komgebied binnen en de snelheid gaat hier terug naar 30. De werkzaamheden duren nog tot september.